Hoofdstuk 15 Relativiteit. Paragraaf 1 gaat over de relativiteit van Galileo, Huygens en Newton. Relativiteitstheorie gaat over hoe we ruimte en tijd beschrijven. We stellen ons de tijd meestal voor als een klok die met een vaste snelheid tikt. Als je de trein moet halen en op tijd op het station moet zijn, dan kijk je thuis op jouw klok die gelijk loopt met de klok op het station. Je moet natuurlijk wel op de juiste plaats zijn. Plaats stellen we ons meestal voor als een soort ruitjespapier waarop je een coördinaat kunt aangeven. Dat zie je bijvoorbeeld mooi terug in een atlas of in je routeplanner. Om een locatie weer te geven heb je twee coördinaten nodig. In 1905 kwam Einstein met een heel ander idee voor ruimte en tijd: de speciale relativiteitstheorie. Dit hoofdstuk gaat over die theorie. Het leuke is dat je met vrij weinig voorkennis kunt begrijpen wat Einstein heeft bedacht. Overigens. Pas tien jaar later, in 1915, kwam Einstein met de algemene relativiteitstheorie, waarin hij gravitatie op een andere manier beschreef. Maar daar gaat dit hoofdstuk dus niet over. De hoofdrolspeler in dit verhaal is natuurlijk Albert Einstein, geboren in 1879 in het Duitse keizerrijk, nu Duitsland. In 1905, 26 jaar oud, werkte hij bij het patentbureau in Bern, waar hij patentaanvragen moest beoordelen. In de patentaanvraag claimt iemand de uitvinder te zijn van een product of techniek, zodat anderen die vinding niet kunnen gebruiken zonder de uitvinder ervoor te betalen. Het was een tijdelijke baan, want hij wilde eigenlijk promoveren en aan een universiteit werken. In de avonduren werkte hij aan zijn proefschrift en verschillende andere artikelen. 1905 wordt wel het wonderjaar van Einstein genoemd. Hij publiceerde vijf revolutionaire artikelen. Met één ervan kon hij zich dokter in de natuur kunnen noemen. Een ervan bezorgde hem in 1921 de Nobelprijs, en een ander artikel was in feite zijn Relativiteitstheorie. Einstein dacht al na over relativiteit toen hij 16 jaar oud was en nog op de middelbare school zat. Hij dacht bijvoorbeeld na over de snelheid van licht en hoe licht eruit ziet voor iemand die met de lichtsnelheid meebeweegt. De theorie van licht was toen nog vrij nieuw. Dankzij James Clerk Maxwell weten we dat licht een elektromagnetische golf is die zich met de lichtsnelheid voortplant. De theorie van Maxwell was raadselachtig. Bijvoorbeeld ten opzichte van wat beweegt licht nu eigenlijk? In paragraaf 2 zal ik dat verder uitleggen. Maar voor nu, een natuurkundige die over die vraag nadacht, was de Nederlander Hendrik Anton Lorentz. Lorentz is een van de grootste Nederlandse natuurkundigen ooit. Lorentz was een voorbeeld voor Einstein. Zo groot dat Einstein heeft gezegd dat Lorentz meer voor hem heeft betekend dan alle andere die hij in zijn leven is tegengekomen. Hoe is dit hoofdstuk opgebouwd? In de eerste paragraaf in deze video kijken we eerst even terug naar de natuurkunde voor Einstein. De relativiteit volgens Galilei, Huygens en Newton. Paragraaf 2 gaat over de lichtsnelheid en het probleem daarmee en Einsteins oplossing. Vanaf paragraaf 3 kijken we naar de gevolgen van Einsteins oplossing, tijdrek en lengtekrimp, de Lorentz-transformatie in paragraaf 4. En magnetisme, massa en licht in paragraaf 5. Om uit te leggen wat relativiteit betekent, eerst een gedachte-experiment. Bekijk deze foto. Aan de foto is niet te zien of de trein rijdt of bij het station stilstaat. Het kan zijn dat de trein met grote snelheid over een recht stuk spoor rijdt, met constante snelheid. De mensen in de trein zouden alleen door het geluid van de trein en door uit het raampje te kijken merken dat ze rijden. Stel dat de meneer op hier op de foto zijn telefoon laat vallen. Dan valt hij recht onder hem. Of de trein nu rijdt of stilstaat. Pas als de trein plotseling remt of gaat optrekken, voel je die beweging. De telefoon die valt zou in dat geval ook niet recht onder de meneer vallen, maar meer naar achter of naar voor. Kortom, snelheid is niet absoluut, maar versnelling wel. Relativiteitstheorie gaat over hoe we bewegen door ruimte en tijd. Al ver voor Einstein hadden natuurkundigen door dat snelheid niet absoluut is. Je kunt je snelheid wel ten opzichte van iets of iemand anders meten, maar er is geen universeel stilstaand punt ten opzichte waarvan je die snelheid meet. Stel je voor dat je met de trein langs het station rijdt. Het station staat stil, zou je denken, maar dat draait mee met de aarde. En de aarde draait om de zon, en de zon draait weer om uh, het centrum van onze melkweg, enzovoorts. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat die trein niet langs het station rijdt, maar dat het station voorbij de trein beweegt. Zolang die relatieve snelheid maar constant is, merk je niets van die relatieve beweging. Maar je merkt dus wel wanneer iets versnelt of vertraagt. Voor Einstein zei de natuurkundigen daarom dat natuurwetten Galilei-invariant moeten zijn. Wat betekent dat nu? Uit het voorbeeld met de trein volgt dat je niets merkt. Van die constante snelheid. Een experiment dat je doet in de trein met constante snelheid moet dezelfde uitkomst geven als in een laboratorium. Daarom moeten theorieën die die experimenten beschrijven in beide gevallen dezelfde uitkomst geven. Ze mogen niet afhangen van de relatieve snelheid van de waarnemers. Dit is het relativiteitsbeginsel. Natuurwetten zijn Galilei-invariant. Ze veranderen niet als je een constante snelheid hebt. Ten opzichte van elkaar. Ik zal zo uitleggen wat dat precies betekent. Ja, je hebt er niet misschien over nagedacht, maar in de natuur kunnen we gebeurtenissen door te zeggen uh, waar die gebeurtenissen plaatsvinden en wanneer. Dus je zegt iets over uh, positie als functie van de tijd. En daarvoor heb je coördinatiesystemen nodig of referentiestelsels. In dit hoofdstuk kijken we alleen maar naar bewegingen langs de x-as. Hetzelfde kun je ook doen voor de y- en de z-richting, maar dat maakt het alleen maar ingewikkeld. Het principe blijft gelijk. En zo'n referentiestelsel kun je als volgt voorstellen: jij staat op plaats x is 0, en voor je ligt de positieve x-as, dus ergens verderop ligt x is plus 10 meter. Dit is jouw referentiestelsel. Maar even verderop staat iemand met zijn eigen referentiestelsel en die noemt zijn positie x accent is 0. Ik gebruik hier dus twee notaties voor positie met en zonder accent om ze uit elkaar te houden. En je kunt die coördinaten in elkaar vertalen. Bijvoorbeeld x-accent is 0 komt overeen met x is plus 10 meter. Het kan ook zijn dat je met een constante snelheid beweegt ten opzichte van deze twee personen. Ten opzichte van jezelf sta je natuurlijk stil, dus x-dubbelaccent is 0. Je loopt dan voorbij met een constante snelheid. Dit soort coördinatensystemen of referentiestelsels met constante snelheid ten opzichte van elkaar worden inertiaalstelsels genoemd. Inertiaal staat voor inertie of traagheid, dus voor blijven doen wat je doet. Oké, okay, een voorbeeld uit het boek. Stel je hebt twee waarnemers: een politieagent langs de weg en een Bentley die met een snelheid van 13,3 meter per seconde in de x-richting rijdt, ten opzichte van die agent. De waarnemers kijken naar een gebeurtenis, namelijk een Audi die met een snelheid van 20 meter per seconde in de x-richting rijdt. En die snelheid is weer ten opzichte van de politieagent gemeten. En de Audi en de Bentley rijden tegelijkertijd langs de agent. Welke tijd meten nu de twee waarnemers op hun klok? En welke positie heeft de Audi volgens de twee waarnemers na drie seconden? Nou, de tijdwaarneming is altijd gelijk voor de politieagent en de Bentley. Als er t-seconden voorbij gaan voor de agent, gaan er ook t-accentseconden voorbij voor de Bentley. Dat kun je zo opschrijven. Maar de Bentley en de agent meten een andere positie. Volgens de agent heeft de Audi een afstand afgelegd van 20 keer 3 seconden is 60 meter. Dus de positie na 3 seconden is volgens de agent 60 meter. De Bentley beweegt ten opzichte van de agent, dus voor hem zal de Audi minder snel gaan en minder afstand afleggen, ten opzichte van zijn coördinaatstelsel. Hoe schrijf je dat op? X-accent is de positie die de agent heeft gemeten, die 60 meter, min de afstand die de Bentley heeft afgelegd ten opzichte van de agent. Dat is 40 meter. 60-40 is 20 meter. Dit wordt een Galilei-transformatie genoemd. Uit het voorbeeld met de Audi, de Bentley en de politieagent krijg je deze twee formules om de coördinaten in elkaar om te rekenen. De tijdwaarneming is gewoon gelijk, maar voor de positie van de Audi moet je rekening houden met de relatieve snelheid. Het is handig om deze formules weer te geven in een diagram. En in de relativiteitstheorie worden dat ruimte-tijddiagrammen genoemd, omdat daarin de ruimte en de tijd worden weergegeven. Ik leg eerst uit hoe die diagrammen werken en dan geef ik het voorbeeld van de auto's en de agent erin weer. In een ruimtetijddiagram wordt de positie op de horizontale as weergegeven. Dus de x-as ligt horizontaal. Dat is anders dan wat je tot nu toe gewend bent. Normaal zetten we de tijd as horizontaal, maar die zetten we nu juist verticaal. Stel je nu voor dat Einstein aan zijn bureau zit. Volgens zijn referentiestelsel bevindt hij zich op tijd 0. Op de plaats x is 0. En hij beweegt niet, dus een tijd later is hij daar nog steeds. En een tijdje later nog steeds. Kortom, hij beweegt niet ten opzichte van zichzelf. Rechts van hem ziet hij een raket die wegvliegt in de x-richting. Op t is 0 is de raket op een bepaalde afstand van Einstein. Een tijd later is die raket verder opgeschoven naar rechts in de positieve richting. En een tijd later nog verder. Je kunt al die punten met elkaar verbinden. En dan krijg je een grafiek. Dat noemen we wereldlijnen. Dit is de wereldlijn van Einstein en dit is de wereldlijn van de raket. Hoe sneller een voorwerp in zo'n diagram beweegt, in een ruimtetijddiagram, hoe vlakker de wereldlijn is. En opnieuw, dat is anders dan wat je gewend bent in een XT-diagram waar de assen zijn omgedraaid. Dit is het ruimtetijddiagram volgens het referentiestelsel van Einstein. Maar we kunnen het ook bekijken vanuit het stelsel van de raket. Hoe ziet het ruimtetijddiagram eruit vanuit de raket? Dit is wat de raket ziet. Er is een ander coördinatiesysteem. Dus ik zet bij de x en de t een accent. Maar de raket beweegt niet ten opzichte van zichzelf. Vanuit de raket gezien beweegt Einstein. De raket beweegt niet, staat stil. Het is Einstein die beweegt. En wel in de negatieve x-richting. Dit is het idee van relativiteit. Dezelfde gebeurtenis kun je beschrijven vanuit verschillende. Referentiestelsels. Oké, okay, terug naar de Audi, Bentley en de agent. Dit is een ruimtetijddiagram. Ik heb wat getallen gezet langs de assen en er zijn drie wereldlijnen. 1, 2 en 3. Oftewel wit, groen en oranje. Welke van de wereldlijnen 1, 2 en 3 komen nu overeen met de Audi, welke met de Bentley en welke met de agent? Nou, de politieagent beweegt niet, hij staat stil ten opzichte van zichzelf. En we beschrijven alles vanuit de politieagent. Dus die verticale as is van de politieagent. De Bentley rijdt het langzaamst. Dus in dezelfde tijd legt de Bentley minder afstand af dan de Audi. Dat betekent dat de wereldlijn van de Bentley steiler loopt dan van de Audi. Je kunt nu ook makkelijk zien hoe we aan die Galilee-transformatie komen. De politieagent meet namelijk een afstand tot de Bentley van V keer T. En hij meet een afstand tot de Audi en die noemen we XA. De afstand die de Bentley meet tot de Audi is het verschil van deze twee afstanden. En dat noemden we net x-accent. En dat is dus x-v. Je kunt ook gebeurtenissen in een diagram aflezen. Ik noem even wat open deuren, maar dit hebben we later nodig. Lijnen die parallel lopen met de x-as geven gebeurtenissen weer met een gelijke tijd. Lijnen die parallel lopen met de tijdas zijn gebeurtenissen op eenzelfde plaats. En de tijdas is de wereldlijn van de agent dus de T-as en de T-accentas is de wereldlijn van de Bentley. En ik zal zo een voorbeeld geven. In dit hoofdstuk gaan we kijken naar voorwerpen die heel snel bewegen in de orde van grootte van de lichtsnelheid. Dan is het handig om een andere eenheid te gebruiken dan meters en secondes. Dit is dus een ruimtetijddiagram voor snelheidsduivels. Voor de X-as heb ik nu een andere eenheid gebruikt, namelijk de lichtseconde. Dat is de afstand die licht aflegt in 1 seconde. Verticaal staat nog steeds de tijd in seconde. Stel nu dat je op t is 0 en x is 0, met een laserpen een korte lichtpuls afstuurt in de x-richting. Die lichtpuls legt in 1 seconde een afstand af van 1 lichtseconde. Dus dit is de wereldlijn van die lichtpuls. Een diagonale lijn in dit ruimtetijddiagram. En stel nu dat er een tweede waarnemer is die met een hele hoge snelheid beweegt. Van twee zevende van de lichtsnelheid. Dus in zeven seconden legt deze waarnemer twee lichtseconden af. Je gaat zeven hokjes omhoog en twee hokjes naar rechts. En dan krijg je deze lijn. Stel dat er ergens op een bepaald moment een rotje ontploft. Dat noem ik hier gebeurtenis A. Gebeurtenis A wordt door beide waarnemers waargenomen. Welke coördinaten heeft gebeurtenis A volgens deze twee waarnemers? Je kunt het aflezen in het diagram. De coördinaten van de waarnemer in het witte stelsel geef ik zonder accent aan. A ligt 4 hokjes naar rechts, dus x is 4 lichtseconden. En 7 hokjes naar boven, dus t is 7 eh, seconden. Maar de waarnemer in het groene stelsel meet afstanden ten opzichte van zijn tijdas. Dus x-accent is 2 lichtseconden en t-accent is nog steeds 7 seconden. Je had dit ook met de Galilee-transformatie kunnen vinden, maar je ziet dat dit wat makkelijker is dan die ingewikkelde formules. Een samenvatting. Ik heb laten zien dat positie en snijd niet absoluut zijn, maar afhangen van de waarnemer. Je merkt niets van constante snijd, dus de natuurwetten moeten hetzelfde zijn, of je nu met constante snijd beweegt ten opzichte van elkaar of stilstaat ten opzichte van elkaar. En dit wordt ook wel de Galilee-invariantie genoemd. Waarnemers hebben elk een eigen referentiestelsel of coördinatiesysteem. En meetwaarden kun je vertalen tussen de twee waarnemers met een Galilei-transformatie. Die formules gelden voor waarnemers met een constante snelheid ten opzichte van elkaar. En hier in dit voorbeeld beweegt de waarnemer met het accent met een snelheid v in de x-richting ten opzichte van de waarnemer zonder het accent. En stelsels die met constante snelheid ten opzichte van elkaar bewegen, noemen we... Inertiaalstelsels en let op in een rechte lijn ten opzichte van elkaar. In de volgende paragraaf gaan we verder met het probleem waar natuurkundigen in de 19e eeuw mee zaten. Ten opzichte van wat heeft licht nu een snelheid? En dan beginnen we echt met de relativiteitstheorie van Einstein.